Rick, hoe hard ga je op kinderen Sunderland? Steeds blond, toch? Ja. Wat zeg je? Ja, dat is ja, die bibliotheek. Ja, dat is die. Bibliotheek? Ja, we begonnen met een bibliotheekvideo. Als we dan. Zeg je? Ze hebben een raar hoofd, toch? Ja. Een beetje. Ja, er zit ook heel veel niggervideo's tegenwoordig. Nu krijg ik van die informatie, heb je echt geen fuck aan. Ik zit veel langskomen, dat ik allemaal 9 en ik denk, ja, dan ga je niet kijken. Hey, je hebt zo dat je Black kijkt. Ik heb nog nooit van mijn leven Black gekeken. Ik wel. Dat is echt fucking smerig, boerak. Laat ik eerlijk zijn. Was echt fucking geil. Oh mijn god, joh, jij bent zo smerig. Hij kijkt naar... Maar... Het gaat hem alleen over de chickie, dat ik niet. Je zegt zo'n dikke negerlul, jongen. Allemaal aders. Hij kijkt gewoon naar die dollar, man. Is wat mis mee? En die anus van die guy? Is koude schoon. Hey, waar ging je naartoe, boerak? 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 Ja, deze cave gaat wel diep, hoor. Het is net alsof je Lana Rooster Holding kijkt. Haar winterhol. Is het mokervol? Dat is ook echt een avondje mee willen beleven. Zei je? Dat is ook echt een avondje mee willen beleven. Waarschijnlijk zou ik komen in 10 seconden en dan zou je huilen in de wc. Ja, waarschijnlijk. Ik had vandaag iemand die ging een spreekwoord houden over Billie Eilish. Toen vertelde ze dus allemaal vragen, dus ze had allemaal dingen verteld. En toen ging ze dus de vragen stellen, van, zeg ze zo, ik heb een paar vragen voor jullie, zeg zo. En was, de laatste vraag was, hoe heet de broer van Billie Eilish? Het was letterlijk het begin, dat is Phineas. En dus niemand steekt zijn hand in de lucht, dus ik steek mijn hand in de lucht. En ze zegt, ja meester, en zo Phineas. Dus iedereen kijkt me aan. Ben jij fan van Billie Eilish? Ik was van, bro, ze heeft een paar minuten. Ron is homo! Dat is gewoon een leuk verhaaltje. Ja, dat is goed. Dat is een leuk verhaaltje. Ja, dat is goed. My life be like, oeh, ah, oeh, ah, oeh. Ik weet niet waarom, maar ik was in mijn slaap aan het spugen. Ook gewoon tuffen, gewoon zomaar op iemand volgens mij. En ik word wakker omdat er wat nat tegen mijn gezicht aan. Dan heb ik gewoon mijn bed overlopen om te tuffen. Join dan. Wacht jongen, kijk even naar Keg. Oh, natte dromen zijn echt space. Oké, boerak, oké, dat gaat niet te ver. Met de PG-13 oude man. Zou ik het vertellen? Nee man, onze denkbeeldige kijkers hoeven dat niet. Ja man, ik was Feline aan het ballen. Lief gezicht voor free cum shop. En hey, man, moet jij eigenlijk volgens jou ook stage te voeren? Ik hè? Ja. Ja. Wat ga je dat dan doen? Ik moet nog kijken, ik heb contacten bij de gemeente Deventer. Maar jij kan het toch alleen maar bij gemeentes uitvoeren? Nee, ik kan ook bij adviesbureaus en al die shit. Maar eigenlijk, wat doe je na straten maken? Ik maak geen straten. Michiel, ik wil altijd op mijn vraag, ik wil geen opmerking. Ja, maar ik maak geen straten. Jij maakt wel straten, jij bent de pol. Nee, dat is. Ja, wat doe ik? Ja, goede vraag. Straten maken. Nee, het is geen. Gast, ik heb nog niks over straten maken gehoord, jongen. Echt niet? Nee, helemaal niks, tuurlijk niet. Maar waarom de fuck weg? Planologie. Dus je maakt plannen? Om straten te maken. Ja. Nee, niet om straten te maken. Het gaat om huizen bouwen, jongen. Niet om straten maken. Oh, die zijn mooie huizen. Nee, bestemming. Stad. Oh, dat is allebei. Oh, zo je lulletjes, jongen. Echt. Je hebt gewoon met een 16 jaar gelopen zoen. 15. Niet doen, jongen. Oh, lekker. Oh. Broer.
Weet je nog? Yep. Yep, weet je nog, Misty van Pokémon? Stop alsjeblieft. Stop alsjeblieft. Jezus Christus, dat is een kind van 12, jongen. Yeah, I know. I know, zegt hij ook nog wel. Jij bent die guy. Jij bent Jos B. Ja, ik hou niet van kleine meisjes. In plaats van een speler te bereiken, gaat de bal uit. Hoe weet hij dat? Oh, hoe bedoel je, hoe weet hij dat? Hij bleef letterlijk stilstaan, nou kerel. Nee, hij rende daar precies naartoe, jongen. Wat een lul. Die kind is echt een koude mond. Oh, mijn geel. Ben nou oprecht. Ik zie hem toch daarheen rennen, jongen. De koude dikzak die je bent, jongen. Ik kan best bewegingen zien, hoor. Ik ben niet helemaal achterlijk. Ik zie gewoon dat hij erheen rennen, jongen. Rustig, jongen. Nee, ik ben gewoon een spekzak. Rennen. Koude hutjes, hè. Dat is echt geweldig. Echt een homo. Ik heb een poep gekeken, joh. Het is ook minderjarig. Ja, dus. Kijk maar. Jos Berrat. Hij is mijn sensei. Ja. Ik heb ook een altaar van hem in mijn kamer. Ja, stop, jongen. Ik wil er niet verder over doen. Ik wil echt niet. Maar hoe heet ze nou allemaal dan? Amalia, Alexia en hoe heet die andere? Anastasia. Ga je huilen als een bitch. Nee, is goed. Dan weet ik in ieder geval wat voor wanker jij bent. Teddy? Ja, Teddy is ook gek. Nee, ze heeft echt een vreemde hoofd, man. Voetbalveld geneukt. Ja, ik vind het ook helemaal niet lekker, hoor. Ze had op een voetbalveld geneukt. Ze heeft een keer tegen mij gepraat. Bro, deze guy choked mijn moeder. Dat is ding. Hebben ze gisteren uitgerekend? Hebben ze gisteren boeren weer uitgerekend hoe lang ze was? En dat is perfect. Man. Bro, nou. ik kwam op 1,70 uit, maar ze is 1,68. Maar mijn berekening, maar kijk, ze stond voor zo'n, je weet toch wel die koelkasten die ze in dunnerzaken hebben, waar ze altijd cola en zo in hebben liggen? Ja. Ja. Daar, ze stond voor zo'n koelkast. En ik had zo'n koelkast gevonden, alleen die koelkast die ik had gevonden was iets groter. Dus ik pakte zo'n driekwart van de koelkast die ik had gevonden. Hij is echt een simp. Echt hoor. Nee, hoezo, dit is fucking berekening. Hij is echt een simp. Lacht u, luister. Ik wil niet luisteren. Nee, dit is fucking slim. Beren zijn een andere soort mensen, vind ik. Het zijn niet zoals normale mensen. Het zijn viezere mensen. What the fuck? Weet je wat leuk is? Mijn hele 4 jaar middelbare school ben ik gelukkig maar 2 centimeter gegroeid. Ik heb corona vakantie en ik groei meteen meer dan 2 centimeter. Hey Woutje, schiet me dan. Woutje, ben fucking leeg. Niet helpen. Laat hem zo lang mogelijk leven dat die fuse hem killt. Ja. Dit is wel mijn taak. Het mooie is dat van Wouter niks heeft gedaan, want dat gewoon de burst van die fire krijgt. Echt waar, jongen. Altijd de grootste gaan het maken niet hier zo. Corona challenge. Holy klootzak hier. Ik vraag me alweer foto killed. Als je doorgaat, dan wordt je toch iemand anders gekot, zo. Ja, precies. Dat is een bedoel. Ja, precies. Fuse. Help me gewoon. Laat me nog spelen. Ik vind het zo leuk spel, jullie passen het allemaal. Ja, oké, weet je wat? Ja,
Hij vindt het zo'n leuk spel, maar... Je weet toch wel dat stukje tussen je neus en je lip? Ja. Dat is echt sexy bij haar. Hey, ik heb net het meest smerige meegemaakt van ooit. Wat dan? Wat dan? Jezelf. Ik keek in de spiegel. Ik was aan het plassen... Nee, kan ook hoor. Wat deed je? Ik was aan het plassen en ik tuf... Toen raak ik mijn tuf mijn... plas. En toen pluk ik het weer op. Wat? Maar heb je uitgekust gedronken? En toen heb ik alles weer helemaal uitgetuft en uitgespoeld. Wacht, kijk. Je was aan het plassen en je tufte in je tuf en... Wat? Ik tufte in mijn pis en toen sleutte ik het weer op. Dat is één man met spier. Waarom? Wacht. Even een vraagje. Wat heeft Rick niet van 12 jaar gehad? Spugen op je kut. Michelle! Oh, je bent wel thuis! Michelle, ik wou dat ik een kut komen spugen. Oh, ik dacht dat je weg was. Ik weet niet wat jij doet bij Alice, maar dat doe maar zo. Kom op. Dat doen we wel, hè. Oké. Ze waren er niet bezig met jezelf, man. Hey Barry, ik wil je wel echt één ding nog zeggen, broertje. Nee, dank je. Het komt uit mijn hart. Ik wil jou graag zeggen dat ik je echt waardeer als vriend zijn. Dat je altijd achter me hebt gestaan in moeilijke tijden. Oké, kanker op. Maar kijk, wat als je... Nee, ik denk het niet. Je moet 6 maanden lang word je gewoon gemelkt. Voor anti-serum. Maar aan het einde krijg je gewoon 10.000 euro. 10.000 maar. Echt joh, iedereen... Maar je hoeft letterlijk niks te doen, Iedereen die bij Sale gebruikt mag langskomen om even zo klaar te pijpen, jongen. Nee, kijk, als gewoon achterkomen dat bepaalde mensen... Kijk, ik zou gewoon Dave kidnappen of zo. Ik zou Dave gewoon op de intensive care gewoon loslaten en hopen dat hij corona krijgt. Laat ik hem daar even een paar weken achter en als hij immuun is, ga ik hem pijpen en hopen dan met zijn sperma ook immuun te worden. What the fuck, Rick? Als dat zo werkt, zou echt fucking vet zijn. Dat zou je oprecht niet. Ja, dan zou je dan een man zijn zaad in doorslikken om immuun te worden. Ja, nee, kijk, ik weet niet, kijk, ik kan hem niet zozeer zuigen ofzo. Maar ik zou gewoon vragen van, joh, zou je het pakken slaan? Dat hij een bekertje doet ofzo, zodat ik hem afdrink. What the fuck, kijk. Ik doe het op mijn broodje als ontbijt. Ga ik op een USB-stick zetten en naar je vader en in je brievenbus stoffen en dan kijkt je vader, oh, USB-stick. Ja, dan pijp ik Dave helemaal klaar. Zo moet ik het huis uitgegooid, niet doen. Oh nee, Dave, don't do it. Of ik zou gewoon... Of iets minder gay optie, ik zou gewoon vragen of Dave Michelle wel neuken en een webbing Michelle daarna. Jij bent echt smerig, man. Ik kan echt niet met mezelf leven. Je bent gewoon creepy en daarna los ik het wel op. Oh nee. Deze zusje kan sowieso meer tolly in kast zien. Oké. Mijn dollar werkt niet, Bas. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik wel. Dave, jongen, waar vertel je dit door? Dave, dat zou je niet vertellen. Wat? Waar gaat het over? Engels spelen is niet werk. Engels werkt heel goed. Carlo Chimbo, echt wat een sukkel, hè. Ik kan kwek. Ja, schappen in de supermarkt waren gewoon weer leeg, hè? Ja. En het was super druk in de supermarkt. Wat doe jij in de supermarkt? Ja, mijn moeder. Jezus, pech had gisteren. Hoe bedoel je? Ik ken Jonne Fraser ook, ja. Die heeft die goede jonkos gesmokt. Kerry, je hebt er nog nooit gesproken.
Dat hoeft ook niet, want dan weet dat het een retard is. Ja, maar nog steeds. Het is bij retard. Je gaat toch samen met de Boerak naar Woa. Dat wil hij, ja. Dus kijken wie er allemaal meegaan. Ik ga niet met, alleen met Boerak. Is toch leuk, joh, hij is date. Ja, wat moet ik daar dan? Fucking de hele dag met Boerak doen, joh. Kerstfixen. Yo, als ik gewoon met Boerak omga, fix ik niemand. Ja, waarom zou je zo... Jeroen, jij bent gewoon dood. Ik heb geen zin meer in dit kutspel. Ja. Ik ben er altijd. Heb jij nog een beetje van mij? Kijk, was ik ben bezig. Je mag je vast hebben, is geweldig. Kom, Rick, doe het. Ik heb net een vacature voor Nightwing Wingwerker. Heb jij ooit iemand zo lachen? Hij heet volgens mij... Hoe heet hij? Ja. Hij heet het toch... Janus? Nee, hij heet maar uit Sugma. Hoe? Sugma? Ja, Sugma, Bas. Oh, I got you. Waarom ging je zo? Ik verstond je niet. Ik ben van 16 jaar nou echt. Deze is wel heel erg. In mijn broer, ken je Ben? Wat? Ken je Ben? Welke Ben? Ben Dover. Kijk hoe blij je is met zijn kappen. You sukkel niet net. Was dat gewoon je comeback? Ja. What the fuck had je verwacht, joh? Sugondies? Ja, zoiets doms. Voor Joe. Wat? Joe mama. Stop alsjeblieft. En dat je er nog steeds voor gaat.